In het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september staat Almelo weer bol van de activiteiten. Op zowel zaterdag als zondag zet Kaliber Kunstenschool haar deuren open. Lijkt muziek maken je leuk of wil je creatief aan de slag in het kidsatelier? Wil je eigenlijk al heel lang op dansles, maar kun je niet goed kiezen? Kom langs en Kaliber laat je zien wat er allemaal mogelijk is. Met op zaterdag inloopworkshops voor kinderen van 1 tot 3 uur en inloopworkshops tekenen, schilderen voor volwassenen van 1:30 tot 2:30. En zondag van 2 tot 4 uur verschillende optredens en workshops djembe, ukulele en beeldende kunst. Ook op zaterdag en zondag is de atelierroute in Almelo. Almeloze kunstenaars nodigen u uit hun ateliers te bezoeken. Hoe werkt een beeldend kunstenaar? Waar is zijn of haar werkplek? Welke technieken worden er gebruikt? Kun je het werk ook kopen en wat is de prijs? Op al dit soort vragen kunnen belangstellenden een antwoord krijgen op zaterdag 28 en zondag 29 september. Maar liefst 41 professionele Almeloze kunstenaars stellen u in de gelegenheid hun atelier, hun werkplek te bezoeken. En dat verplicht u tot niets, vrijblijvend rondkijken mag. Tijdens de Burendag zaterdag zijn er maar liefst 49 verschillende activiteiten georganiseerd. Kijk op burendag.nl op de kaart om te zien welke activiteit er in jouw buurt georganiseerd is. Ook in het kader van Burendag zet het AZC Almelo haar deuren open voor het publiek. Want asielzoekers zijn ook onze buren. Er zijn workshops waarin u bijvoorbeeld kunt ervaren dat Arabisch leren nog niet zo gemakkelijk is. Verder staan bewoners en medewerkers klaar om te vertellen over het leven in het AZC. U bent van harte welkom tussen 1 en 4 uur in het AZC aan de Vriezenveenseweg. Niet alleen het AZC, maar ook Tactus Verslavingszorg aan de Wierdense straat zijn onze buren en stelt ook deze instelling zaterdag haar deuren open voor het nieuwsgierige publiek. U kunt binnenkijken in het hoofdgebouw, de monumentale Villa Klooster S, waar de kantoren en gespreksruimte zijn. Of bij het naastgelegen inloop, waar cliënten een warme maaltijd kunnen krijgen, maar onder begeleiding ook een biertje mogen drinken of een blootje roken. Medewerkers en vrijwilligers van Tactus leiden u rond. Wil je weten hoe je als ouderen toch zelfstandig en fit door kan gaan met je leven? De COSBO organiseert een informatiemarkt, samen met standhouders die ouderen iets te bieden hebben. De infomarkt geeft ouderen en hun naasten de gelegenheid om op een plezierige manier vrijblijvend informatie op te halen. De markt wordt gehouden op de Koornmarkt in Almelo op zaterdag van 11 tot 3 uur. Zondag organiseert het Natuurhuis Almelo nu alweer het 5e jaarlijkse oogstfestival. Het mooie Doepark De Hagen met daarin het Natuurhuis nabij het centrum van Almelo vormt de natuurlijke omlijsting voor dit drukbezochte festival. Met activiteiten voor jong en oud, een oergezellige markt, live muziek en lekker eten. Het festival is gratis te bezoeken. Vooruitlopend op het Oogstfestival gaan de Scharrel Kids van IVN Almelo in kleine groepjes aan de slag om de natuurverschijnselen te onderzoeken in het Doepark. Met een kijkje in het Tiny Forest en een bezoekje aan de moestuin om de oogst te bekijken. Zondag is ook koopzondag in de stad, waarbij Almelo ontdekt u laat verrassen met lekker eten, live muziek en gezelligheid. En er is een heuse fashion event met modeshows. Op koopzondagen is het gratis parkeren in de stad en kunt u de accu van uw elektrische fiets veilig binnenstallen in het Huis van Katoen en Nu. De koopzondag is van 12 tot 5 uur.